en welkom bij mijn film, Vang een snoek in elke gemeente van Noord-Holland. Vandaag neem ik jullie mee op mijn reis door de hele provincie Noord-Holland, waarin ik in elke gemeente een snoek heb gevangen. Dat zijn 47 snoeken in één film. Hoe mooi is dat? Het doel van deze film is om te laten zien dat het niet uitmaakt waar je vissen doet, want ze kunnen overal gevangen worden. Laten we beginnen bij de eerste gemeente, Hollands Kroon. Dit was namelijk de plek waar ik ook meteen mijn allerdichtste snoek ooit heb gevangen. Pak wat eten en drinken, want dit is een lang avontuur, jongens en meisjes. Veel kijkplezier. Vanger. Ik ga helemaal niet vallen. Kom. Oh, dat is goed vis. Ja, dat is niet rustig. Klaar, hoor. Hij is super dik. Ja. Yes. Laat maar even net, Ik pak even het meeting eerst. Niet heel diep, gelukkig. Wat wil je dat ik doe? Ik wil dat jij straks de camera pakt. Ja. En even gaat filmen. De camera staat nu uit. Ik heb hij is nu. Hij. Aan, hè? Huh? Ik heb mijn telefoon ook nu. Zolang die haak maar. Hij is al los. Ja, ik zag. Wat? Jezus, kijk wat een pens, jongens. Dit is de dikste snoek die ik ooit heb gevangen. Echt waar. Wat een mega pens. Kijk eens hier. Daar zit wel een paar kilo aasvis in, denk ik, hoor. Wat een bakbeest. Weet je wat? Ze mag weer zwemmen. Doeg. Wat een monster. We waren niet eens van plan om met dota's te vissen vandaag. En we zien deze snoekie jagen. En hij moest gewoon gevangen worden. Wat een monster. Ja! Nee, dit is hem niet. Ofwel, is dat hem wel? Ah, dit is geen meter in ieder geval. Maar ik schep hem wel even meteen. No escape. Lekker. Oh, jongens. Uit de buis weer? Uit de buis inderdaad. Hij schoot gewoon weer terug de buis in. Paal ook, hè? Net vasthouden. Zit hij recht? Tot waar? 94 inderdaad. Oké. Okay. Ja, ik heb een aantal. Overnemen. Nou jongens, de eerste unit van de dag is binnen. Dit is al een dag met redelijk wat actie. En ik tik hem een paar keer voor deze buis hier. En dit monster die knalt er zo uit. Ik dacht eerst dat het een metersnoek was. Gewoon puur vanwege hoe dik hij was. En nog een twee tellen later pakt hij hem weer. En nu hebben we hem te pakken. Wat een mooie vis. Lekker bezig. Check die pens eens even, jongens. Ja, hij is echt prachtig. Wat een unit. Lekker weet je wat? Hij mag weer zwemmen. Ja! Mooi volgens mij ook nog. Kijk. Oh, een redelijke snoek, toch? Dat is nog wel een redelijke snoek. Omhoog, wat is die? Ja, kom. Hij is los. Pakketnetje? Of matje? Pakketmatje? 85,90. Ja, zoiets. Lelijk gehaakt, maar we hebben hem nou los. Hij is 86. Ja, het is een blinde snoek. En een heel raar bekje heeft hij, een beetje mopskoppie. Maar hier doen we het voor. Dat is gemeente 3, Beverwijk. Oh, ik ben niet helemaal in frame, je moet een stukje naar achter, man. Kijk, prachtig visje is het ook, hè. Lekker. Mag wel lekker zwemmen.
Zo. Harry. Gemeente 3, Beverwijk. Heel mooi. Ready. Dat is een gemaal. Maar ik mis hier net een snoek, dus even kijken of ik die nog kan vangen. Hij heeft sowieso geen haak gevoeld en hij is niet geschrokken. Dus hij moet nog een keer... Ja, kijk, heb eens. Ja? Moet je net hebben? Nee, nee, stil ik zo. Kijk, netjes op de staartrecht, jongens. Klein snoekie. Ik zou wel graag even een tangetje willen. Ik heb hem al. Nou jongens, met deze snoek zit gemeente Vels ook bij de missie. Het is geen reus, maar het is een hartstikke mooi visie. En dan mogen we zwemmen. Zo, gemeente Velsen, check. Ja. Ah, bijna. Ja, vis! Heel kleintje. Hey Niels, dat is echt een heel kleintje, maat. Ja, ik pak hem wel, Ja, heel klein. Nou jongens, gemeente Zaanstad, check. Nou, lammen vrij. Lang boven water. Ja, die gaat door. Daar gaat hij weer. Hoppa. De eerste vis. Wat hebben we? Het is glimmend. Het is een snoek. Yes. Zet je GoPro aan. Hij staat aan. Kijk jongens, wat een mooie vis. Nummer 1 van de dag. Yes. Mooi man. Op de line through perch. Mooie dikke 60er. Ik ga even zitten gaan. Klauwen. Ja. Dat is oké. Hij zit prachtig gehaakt. Ik zal hem in het water onthaken, dan gaan we vermeten. Kun jij ruimte maken? In de bak. Heb je film aan? Ja. Oké. Okay. Hoe lang is hij? Precies 70 volgens mij. Ja, precies 70 ongeveer. Nou, kijk eens hier in zijn strot. Je kan net een staartje in zien. Ach, ik maak even die camera los. Nee, niet doen. Dat is niet nodig. Dat is white FOV. Oh, je ziet net dat staartvinnetje inderdaad. Ja. Nou, dat is de eerste vis van vandaag. We hebben er al twee gezien en nu hebben we eentje gevangen. Hartstikke mooi, dan mag ik zwemmen. Oh, dit is een grote vis. Dat is een snoek. Dit is echt een hele grote vis. Ja? Ja, dit is echt een grote. Ja. Dit is echt een hele grote vis. Oh mijn god, ik heb geen controle over. Fuck. Scheppen. Ja! Lekker dan! Leg de mat neer. Geef maar. Jij mag mijn hengel overnemen. Pablo, jij mag mijn hengel overnemen, alsjeblieft. Ja? Ja. En mag je, wil je mijn rugzak pakken? Ja, dat is lastig, dus mee, jongens. Ja, trek hem maar onder mijn vis. Lekker mee, hè. Hier staat een centimeter. Ja, wacht, doe hem op het kool. Ja? 1 meter 1. 1 meter 1. Ja, het is nieuw, niet een nieuw PM, maar hij is wel super. Doet er allemaal, even andere kant. Zo. Wat een vis jongens, 1 meter 1. Op de as, op een spinnetje, net zo groot als mijn duimnagel. Wat een monster. Oh, wat een dag jongens. Wat een vis. Beetje jammer van het verkeer, wat doen we allemaal rond. Maak een close-up man. Wat een vis.
Kun je ook een foto nemen, Carlo? Je telefoon? Ja, doe ik zo even. Oh, snoek. Jongens, dat was een snoek. Hij dook een asje erachteraan. Kom op, pak, alsjeblieft. Yes! Mooi, jongens. Snel het net in. Hoppa. Yes. Oh, daar hebben we voor moeten werken, hoor. Ik ga hem even onthaken en dan zal ik een mooi film nemen. Nou, jongens. Met deze snoek is het officieel. Gemeente Bloemendaal zit erop. Prachtig mooie vis. 65 à 70 centimeter. Op de kikker. Hij pakte hem 2 keer in dezelfde worp. Maar ik ben er hartstikke blij mee. We gaan hem weer terugzetten. En dan gaan we op naar de volgende gemeente. Oh, maar goed dat ik met mijn borst GoPro nog film. Want zo te zien is mijn andere GoPro vastgelopen. Oh, dat is een beetje zonde. Dat is een beetje zonde. Waar is hij? Ja! Oh, ja, yes! Ah, jongens, ik heb hier zo hard voor moeten werken, jongens. Het is niet normaal. Oh, joi. Nou, ik zal hem even onthaken. En dan gaan we een stukje filmen. Nou, jongens. Het is gelukt. Het is geen monster, maar dit is wel precies waarvoor ik hier kwam. Gewoon een klein snoekje. Ik heb het namelijk al eerder geprobeerd. De grote snoeken zijn heel taai hier. En ik ben gewoon echt super blij dat ik deze nou gevangen heb. Hij mag weer zwemmen. Helemaal top, jongens. Echt super blij mee. Oeh. Hij pakte hem gewoon weer, hè? Gast, ben ik nou zo laat met aanslaan of ben ik steeds zo vroeg? Ja, hij heeft hem weer. Ik heb hem. Wacht maar even, Shaquille, ik pak hem gewoon. Nee, ik pak hem gewoon. Kan je mijn mat pakken? Nou jongens, mijn eerste Amsterdamse snoek. Centimeter of 70, 60 denk ik. Hey jongens, mijn eerste Amsterdamse snoek. Hij heeft hem gruwelijk vaak gepakt en ik heb elke keer misgeslagen. We hebben al een stuk of 5 snoeken gezien op dit plekje. Maar deze die wou hem het liefst hebben. En ik ga hem nou weer terugzetten. Gaat hij weer, terug de diepte in. Mooi, op naar de volgende. Jongens, nog geen 2 minuten nadat Wes zijn snoek had, heb ik er ook eentje. Iets groter zo te zien. Schep maar wanneer je kan. Zo, dat was snel, hè? Hij zit echt heel slecht gehaakt. In het hoekje zit hij. Ja, kom maar. Nee, maar schep maar, dan leg ik hem wel even in de kredel. Dat kan hij wel even. Ja, lekker man. Hoppa. Hier, als jij hem even in het water houdt, helemaal in het water, dan zet ik even de kredel op. Als jij even een close-up maakt.
Ik zit met dat ding vast. Ik ben niet zo heel goed met links. Zo, het los. Yes. Netjes, jongens. Kijk eens, wat een mooie snoek. Knappe snoek, hè? Zeker. Nou, ik ben er dolgelukkig mee. Dit is namelijk de vierde keer dat ik in Hoorn vis. En het is me eigenlijk gelukkig om snoek te vangen. Ik ben helemaal naar een andere woonplaats gegaan om aasvis te kopen. Want het wou niet lukken met wat we hadden. Maar laten we hem nog even snel meten. Hij is 76 is hij. Ja, een beetje naar voren zo. 76. Nou Wes, kan je het net even vrij maken voor mij? Dan kunnen we hem even terugzetten. Yes. Prachtige vis, jongens. Heerlijk. Echt verdiend. Leg hem alweer in het midden. Ja, zou dat het zijn? Dat we gewoon inderdaad te grote vorens gebruiken? Nee, dat valt er niet. In Hoorn gebruikten we dit ook. Je... Nou, het enige wat we kunnen doen is weer wachten. Het enige wat we kunnen doen. Hier, je ziet het. Ik ging weer lekker op mijn plaat. Het wordt hem te... Ik heb weer beet. What the fuck? Zie je? Hij is weer onder. Ik loop net weg. Maar nu wachten we eventjes. Of zal ik nu al slaan? Zal ik doen? Nou, even hem. Goeie. Oh, hele dikke. Hele dikke. Tres, alsjeblieft meteen scheppen. Deze is rond. Deze is kogelrond. Holy moly. Dat is een goede vis. Dit is niet degene die net pakte. Scheppen. Ja, Tres, lekker dan. Oh, pik, dankjewel. Box. Lekker man. Nice. Ik maak de kredel even vrij, ja? Hier. Echt, oh mijn god, hij zit niet eens vast. Dat was hem. Zo. Even kijken, we gaan even meten. Ik denk 80, 90 of zo. Ja, 85. Hij ligt nu op de 0. Hij is, kun je dat zien? 87 centimeter. Nou, Tris. Lekker. Daar hebben we voor gewerkt. Kijk eens wat een pens, jongens. Hier worden we blij van, dit soort vissen. We hebben er hard voor mogen werken, maar het is het allemaal waard geweest. Goede keuze om nog even hier deze plek te bezoeken. En dan mag je weer zwemmen. Kun je het zien? Ja. Mooi vis. Mooi vis. Weer de gemeente van de checklist af, jongens. Let's go. Hey, waarom? Ja, oh, ja, ik zie het. Kerstboom. Wel een mooie kerstboomkandidaat dit. Ja, daar ga ik al door. Ja! Ja. Hoop het wel. Dat is zo goed. Nou, dat is de snelste gemeente die ik tot nu toe geklaard heb. Zo dan. Leg maar ietsjes hoger. Hij is nu schuin. Zo. Uit de buis, hè? Ja, dat moet wel. Zo. Zo troebel. Mooi gehaakt. Ja, hij zit echt heel netjes. Hij is al los. Kijk hier. Ja, hij is los. Kom maar. Kan je voor mij even die andere GoPro pakken? Dan hou ik heel eventjes die vis op de mat. Ja. Jouw vriend. Vertel eens hoe lang je hier staat, maat. Ik sta hier 2 minuten en... Nou, volgens mij is het nog niet eens een minuut hier. Hij heeft er geen zin in. Nee, mokkels ook. Maar ja, we hebben... In ieder geval de eerste snoek van deze gemeente. Deze challenge heb je nou al binnen. Dat was heel snel. Dat was de tweede worm hier ook in gemeente Wormeland. Ik zat nog een centimeter of 7.
Nee, veel zin in. Nou, op zich maakt dat niet heel veel uit. We doen het gewoon even een beetje los uit de pols. Dan komt hij uit op 71? 75. 75. 75 centimeter. Heb je wel een nieuw record voor dit jaar? Ja, 75 centimeter. Kom dichterbij anders, dat we een mooi klapstuk maken. Mooi jongen. En gefeliciteerd met het record, hè? Ja, dankjewel. Het is een bijzondere vis, maar mag weer zwemmen. Dan mag weer terug. Oké, okay, maat, je beeldscherm gaat uit. Ja. Schoon voor je. Daar gaat hij weer. Ja, man. Net, Johnny, net. Kleintje. Oké, als dit net zit, dan moeten we de mat hebben. Ah, daar zit heel netjes gehaakt. Precies in zijn scharnier. Ja. Hier, ga maar met net, als jij de mat neer kan leggen. Hij glijdt weg, hè? Ja, ik heb hem. Nee, ik heb hem niet. Oh, hij is los. Of niet? Nee, ik heb het net. Hey, maar hij komt uit het net. Heb je het mat? Ja, de mat ligt klaar hier. Nou, kom maar op met die GoPro. Gaat lekker, jongens. Nummer 2. Derde snoek van de dag. Tweede snoek van deze gemeente. Ik moet even een tangetje hebben. Deze visjes wil je nog niet vissen hoor. Deze heeft tandjes. Heel veel tandjes zelfs. Deze moet hier gaan moeten zitten, hè? Netjes. Ja, Johnny, kom eens even dichterbij met die mooie camera. Ja, ik kom er allemaal aan. Ik moet alles tegelijkertijd doen. Dat werkt niet. Hey, wat een charmante. Weer een prachtige snoek eigenlijk, hè? Met een overwinningsdeuntje erbij. Bericht je weer, hè? Leuk, hè? Blijf je berichten. Ik ga hem terugzetten. Groot gelijk. De lengte geloof ik wel. Ja, het is nou niet voor de kwalificaties, maar daar is wel leuk. Ik denk hetzelfde als net, man. Ja, centimeter 65. Ja. Er staat heel agressief hier. Daar gaat hij. Hoppa. Bijvoorbeeld die snoek, of metersnoek eet. Hier, zou je dat? Ik ga meteen slaan. Ja. Nee, scheppen, scheppen, scheppen. Kom op. Hij zit voor in zijn lippie. Mijn dobber is stuk. Lekker Niels. Hoppa, weer een gemeente. Lekker hoor. Ik heb hier de kredel staan. Dus kom maar hier, even om het hengeltje aan de kant. Hm? Moet je ook niet vallen? Nee. Oké, okay, kom maar. Leg maar neer, in het ding. Dan geef ik jou deze. Hier dan. Dan mag jij daar even. Hij is al los. Kijk maar. Hij is al. Ja, hij bloedt een beetje. Hier, haal net hem maar uit. Even. En film maar. Bovenop. Yeah. Nou, eerste snoekie. Eerste snoekie van de dag. Het is geen unit. Maar hij ging volop voor de voren. Dit is weer een nieuwe gemeente. En weer in één keer geklaard. Het gaat lekker dit jaar, jongens. We gaan hem eventjes meten snel. Voor de statistieken. Dat is 56 en een beetje. Nou, we gaan hem lekker terugzetten en helemaal blij mee. Leuk visie. Ja, mooi vis, man. Daar doen we het voor, Niels. Zeker.
die is weg. Lekker man. Lekker jongens. Hoppa, tot naar de volgende. Ja. Lekker piek. Pak de GoPro maar, man. Ik weet niet of het snoek is, man. Ik voel de grote baars. Nee, snoek. Ja, snoek. Let's go. Let's go. We did it. Oh, lekker nou, jongens. Oh, wat ben ik blij met deze snoek, jongens. Holy moly. En kijk wat een mooi visje dit ook is eigenlijk, hè, Shaquiel. Dat is zeker een mooie. Kijk die kleuren. Wauw. Schitterend, man. Een perfecte snoek gewoon. Nou, je weet wat dit betekent, jongens. De gemeente Zandvoort is ook van de kaart af. Hele snelle release en... Ik ben er super blij mee, jongens. Op naar de volgende. Ja! Ik heb hem. Shaquiel. Ja, dat is een goeie, man. Hij zit aan een puntje. En hij is heel dik. Ja, hoppa, lekker dan. Hou hoog, hij zit met zijn kop in het net. Ik leg hem wat neer. Lekker gaan, pik. Nice, man. Dat was hem, dat is hem. Kijk hoe moddervet deze snoek is. Super dik. Jongens, gemeente Haarlemmermeer. Missie compleet. 17 gemeenten zitten we nou op. En wat een vis is het ook. Prachtige, gezonde vis. We gaan deze even meten, want ik denk dat die wel flink is. Als jij hem eventjes... Daarom neerlegt. Oeh, kijk eens wat rare vin. Zie je, hij heeft een dubbele vin. Oeh. Wow, oké. Okay. Hij is... Kijk. Niet glijden, hij moet glijden. 94 is hij. 94, hij is super dik. Nou, nog even een mooie close-up shot en dan mag ze weer zwemmen. En misschien even een fotootje voor de mensen thuis. Ik ben hier zo blij mee, jongens. Prachtig. Prachtige, dikke vis. Hele mooie, gezonde snoek. En ze mag weer zwemmen. Dan mag ze zwemmen. Prachtige vis, jongens. 94 centimeter. Oh, rechtop blijven. Ja, dit is 100% jouw snoek. Ik zei dat alweer dat moest komen. Ja, man. Hoppa, lekker. Ja, dikke foto's, man. Kijk die al. Die is vet. Ja. Oh. Zo, we gaan net op de bodem parkeren. En gemeente Bergen is klaar. Hoppa. Geen reus. Zeker niet zo groot als die eerste snoeken die ik zag. Maar het is er één.
En ik ben daar natuurlijk weer gigantisch blij mee. Ik zal hem even vandaag. Filmt hij dit keer? Ja, dit keer. We gaan geen flashbacks aan de andere gemeentes doen. Hallo jongens, daar zijn we dan. Ik heb mijn snoek voor de gemeente Bergen gevangen. Het is geen monster. Maar ja, het is natuurlijk een hartstikke leuk snoekie. En ik ben blij dat deze methode toch beloond heeft eigenlijk. De eerste keer dat ik hier was, heb ik toch even iets groter aas gebruikt. En dat bleek niet heel effectief. Nou, is misschien vandaag net een betere dag. Het is namelijk al de vierde snoek die ik gezien heb in een uurtje tijd. Nou, ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee. Ik zal hem nog even snel meten. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik schat hem op een centimeter of 40. Hij is 47 centimeter. Mooi visje. Ik zal hem ook even via het net weer terugzetten, want ik sta best hoog hier op deze steiger. Dus mijn lijn uit het net. Zo. Hallo. En dan mag we zwemmen. Moet hij wel uit het net gaan zwemmen? Ja, kijk, daar gaat hij. Daar ligt hij. Hoppa. Gemeente Bergen, check. Interessant stukje dit. Ik heb achter mij een brug en een tunnel. Nou, als één ding is als snoeken van oude is het beschutting. En wat bieden die twee dingen precies aan? Nee, blijf zitten. Zo, inderdaad. Oké, tijdens het omhoog halen. Jezus, dat gaat snel, jongens. Ik laat hem even in het net. Als ik hem los heb. En dan gaan we poseren met mijn monsterlijke vangst. En dan gaan we door naar de volgende gemeente. Hij is al los. Dus als ik zei, laat hem even in het net zitten. Even meten, even de statistieken, even de tripod. Nou, derde worp in deze gemeente. Op poging 3. En we hebben gewoon weer snoek. Nou jongens, absolute unit. Het is echt een van de kleinste snoeken die ik tijdens deze challenge heb gevangen. Maar deze nieuwe strategie blijkt erg goed te werken. Met kleiner aas pak je toch wat meer snoek. Ook rond deze periode. Het zijn niet de grootste vissen, maar het is toch weer een gemeente van de kaart. Gemeente Heilo is klaar. Ik zal hem nog even snel meten. Hij is in het totaal een monsterlijke 32 centimeter. 32 centimeter snoek. Nou, dan mag u zwemmen. Ja. Snel naar het net. Snel naar het net. Yes! Let's go! Hij is los in het net. Oh, wat was dat close. Dat is hem. Gemeente Kastrikum klaar. Met zo'n klein dikkertje ook. Ik zal even mijn mat klaarleggen. En mijn tweede camera neerleggen. Yes jongens, 3 gemeentes op 1 dag. Ongekend. Ongekend. Nou jongens, het is gelukt. 3 gemeentes in 1 dag te doen. Ik heb een prachtige snoek gevangen. Hij zal nog wel wat energie hebben, dus ik verwacht mijn knokkels open te halen. Het is een prachtige vis. Geen puntje schade, wel een beetje een flapbekkie. Maar ja, we kunnen niet alles ervan verwachten. Ik zal hem nog heel even snel meten. Hij is 73 centimeter. Nou, dat is toch wel een snoek om blij mee te zijn hoor. 3 snoeken in 1 dag.
En drie gemeentes in één dag ook nog eens. Nou, dit is een van de taaiste gemeentes tot nu toe geweest. Dus ik ben hier super blij mee. En ze mag wel lekker zwemmen. Nou jongens, excuseer me voor de wind. Wij zijn vandaag in voormalige gemeente Beemster. Sinds 1 januari 2022 is gemeente Beemster samengevoegd met gemeente Purmerend. Maar gezien ik deze challenge begonnen ben in 2020, wil ik zeggen, was Beemster nog wel een gemeente. Dus we zijn wel vandaag in Beemster om inderdaad die gemeente af te vinken. Van Niels is die al afgevinkt en we gaan lekker de polder in en we houden jullie op de hoogte. Ja, oh, zag je dat? Ja. Is het dezelfde? Ik weet het niet. Nou ja, het telt gewoon. Hij zit in het lippie, Niels. Lijkt mij dezelfde. Niet verwacht dat hij hem toch een keer zou pakken. Oké, okay. Ja, het telt gewoon, I guess. Oké, ik leg de mat even neer. Nou, Kelvin, hoe kent je? Nou, van toeval naar toeval, hè? Ja. Wat een vis, hè? Ik denk dat het dezelfde is, hoor. Ik denk het ook. We vissen hier nog wel even een keertje. Ik bedoel, voor mij is de gemeente Beemster klaar. Want technisch gezien heb ik hem gewoon netjes gevangen. Ook al is het hetzelfde als net. Er zit alweer 3 uur tussen. Daarom. Het was gewoon even een toeval gooien. Weet je, van nou, nog even een keertje gooien voordat we verder gaan. Ja. Dus ik vind hem tellen. Ik ook. Dus gemeente Beemster klaar. Met een knappe snoek van, wat is hij, 95? Hij was 95, heb ik hem nog een keertje meten voor de zekerheid. Misschien, ja, maar ik geloof dat het hetzelfde is. Hè? Ik denk dat het hetzelfde is. Ik zal hem even terugzetten, netjes. We gaan nog even een klein stukje hier aan vissen. Even kijken wat er meer tegenkomen. Even nog eentje kunnen vangen. Technisch gezien gemeente 21 klaar. Zeker weten. Beemster op de checklist. Op naar de volgende. Op naar de volgende inderdaad, let's go. Waar zijn we? Kogelon. Weer een gemeente. We gaan ervoor. Let's go. Dan moet ik even bekijken. Even een inspectie. Nee, vast. Net. Mooi snoek. En hoppa, weer twee gemeenten in één dag, Nelis. Lekker man. Gemeente Kogeland, naast het gemeentehuis notabene. Doei, jongen. Ja, ja. Ik leg even mijn mat neer, man. Hoppa. Lekker man. Gemeente Kogeland klaar. Best wel snel ook, binnen een uur. Ja, de plek waar we de eerste aanbeet hadden. Gelijk teruggegaan nadat we daar gewoon niks hadden. Ja. Ik ga hem nog even meten voor mijn statistieken. Voor mijn Excel bestandje. Dan leggen we hem neer. Op de 0. Hij is. 73 is hij. Toch? 1, 2, 3. Ja, 72,5. Ongeveer iets langer. Nou jongens, weer een prachtig vis, hè? Zeker weten. Lekker volgen van het snoekie. Nou, ik zou zeggen, laten we hem even terugzetten. Mag ik het net voor jou hebben? Ja. Hij wou ook echt niet vechten, hè? Dat was gewoon. Oh nee, ze hebben me weer. Weer gevolgd. Zet jij terug? Ja, is goed. Uitkijken, want het is hier overal spiegeltje glad.
Ja, snoek. Ja. Meneer. Ik heb er een. En het telt. Gemeente Heemstede, check. Pak hem op. Ik heb hem al. Kan je de camera pakken uit mijn tas? Waar zit hij? Ik heb hem al, dat is het bovenste vak, grote vak. Jongens, mooi snoekie. Ik zag hem zo van de bodem komen. Het bovenste vak zit hij niet. Grootste vak. Je weet hoe die werkt, toch? Is het deze dan? Dat is geen camera. Nee, dat snap ik. Maar, ja. Dan heb je een groot knopje bovenop om te filmen. Dan zegt hij het één keer biep, biep, biep. Ja, hij filmt. Nou jongens, gemeente Heemstede zit erop. Dat is gemeente 23 van de 47 die ik nou geklaard heb. En het is een snoekje van pak een beet 65 centimeter. Ik pakte de 4D perch van de bodem af en gaan we snel op de kant. Prachtige gezonde vis. Ja, dank u. En hij mag wel lekker zwemmen. Daar gaat hij. Zie hoe mooi dat is, joh. Dat heldere water. Hey Jasper. Box. Hoppa. Volgende gemeente. Yep. Ja, heel grote! Dikke snoek. Ik ga wel naar het kantje toe, Jasper. Tenzij je het net nu redt. Zo, hele dikke 80er ding. Zo, wat gaan we snel vandaag? Dat is niet best. Oh shit, takken. Niet in de takken, jongens. Kijk hoe dik die is, Jasper. Voor een snoekje van die maat. Hij geeft vol de tak in. Kan eronder komen? Ja, hoppa! Ja. Lekker hoor. Goed aanhouden. Laat maar even liggen, ik leg even een matje neer. Hier moet hij wel. Zo, jongens, kijk hoe breed die snoek is. Kijk wat een. Pens, jongens. Gemeente Amstelveen, binnen 5 worpen klaar. En ik ben beloond met een hele mooie snoek. Hij is een beetje bloederig, hij staat niet in de kieuwboog gehaakt. Ik heb waarschijnlijk precies een adertje geraakt. Ik ga hem nog heel even meten voordat hij terug gaat. Hij is 82 centimeter. Maar ja, wat een pens heeft hij ook, hè. Hij is helemaal rond. Prachtige vis. Hey, ik ga hem nu terugzetten en dan gaan we of naar de volgende gemeente of we maken het rondje even af. Rustig. Zo. Hoppa! Lekker hoor. Ja, weer twee gemeenten in één dag. Vis! Snoek. Ah, mooi. Hoppa, Niels! Altijd maar klaar! Mooie 70-80 denk ik. Hoppa!
Wacht maar even in het water, man. 60 in het uur. Ja. Even kijken. Hij ligt. Nou, dan moet een klein stukje deze kant nog op. Heel klein stukje. Ja, zo. Het is precies 70 volgens mij. Ja, precies 70. Nou jongens, weer een gemeente voor de checklist. Gemeente 25, Alkmaar. Ik heb deze snoek gevangen ergens in een mooi poldergebied hier ook. Klein setje gebruikt en Niels had net al een mooie vis gemist, maar deze die blijft wel hangen. Prachtig snoekie, hartstikke dik. Verder een hele gezonde vis. Ik heb de haak afgeknipt, want hij zat niet lekker gehaakt. En ze mag weer zwemmen. En dan gaat hij. Oh, zo zat het kantje onder. Zeg je dat? Nee, hij was in één keer weg. Zo. Nou jongens, ik ben 25. Alkmaar klaar. Yeah, heerlijk. Nou, te water dan maar. Ook altijd. Je komt bijna nooit met je haak in dat ding terecht. Oh, ja, dat heb je ook. Ja! 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 Oh shit, dat is een grote man. Pak het net maar, Shaquille. Pak het net maar. Dat is een goeie. That's a big bastard. Hier ben ik echt blij mee. Dit is gemeente. Shaquille had per ongeluk even de camera uitgezet, hij filmt nu weer. Dit is gemeente 26 Hilversum. Nog een aantal te gaan. En jongens, wat is dit dan? Prachtig gekleurde snoek. Hij is. Zit hij op de nul? Hij is 84 is hij volgens mij. Toch? Ja, 84. Lette vis. Hele mooie vis. Prachtige kleur. Echt waar, zoals ik zei. Lijkt wel goud. We zijn er natuurlijk super blij mee. Ze bloedt een klein beetje, maar ze mag wel lekker zwemmen. Shaquille zet tegen de camera uit mee, van de reden. Heel apart, maar zo snoek weer gewoon mooi in zijn elementen laten. Nou, dat is toch prachtig, joh. Mooi vis. Hoppa, weer een gemeente. Gemeente Hilversum. Pa. Hallo. Oh, goede vis. Tijdens het stilhangen en het afgeleid zijn. Kijk of ik erbij kan. Knap, knap vis. Hoppa. Gemeente 27 uit Horen. Klaar. In het net is hij los. Nou, veel meer had ik er niet van kunnen vragen. Ik zal eens even mijn matje pakken en even gaan filmen. Nou jongens, het heeft een uurtje of twee moeten duren. Maar gemeente 27 zit erop. Gemeente uit Horen. Ik heb een prachtige snoek gevangen. Het is een beetje een moeilijk plekje om te staan. Ik zat hem op een centimeter of 70 deze snoek en hij ging weer voor de 3D herring shed. En dat is echt de gemeente killer tot nu toe. Maar ja, zoals ik zei, gemeente 27 uit Horen. Het is vrij snel gebeurd eigenlijk. Ik zal hem nog heel snel meten. Voordat ik hem terugzet. Dat doe ik voor de statistieken namelijk.
kijken, jongens. Hij is van punt tot punt 75 centimeter. Dat is toch nog best wel een redelijke vis. Niet. Super blij, jongens. Super blij. Nog drie gemeentes te gaan. Dan zitten we op 30. Maar ik blijf vandaag lekker de hele dag in deze gemeente vissen. Want ik heb afgesproken met Massive Fishing. En we gaan er nog even een mooie dag van maken. Ja, we hebben de eerste snoek van vandaag. Ik had de camera niet aan. Je weet het wel. Traditie bij mij. Oh, hij zit aan één puntje. Ik land hem al even met de hand. Een guppie. Het is officieel. Rustig. Doe niks. Hij is los. Niels, ik heb een GoPro in mijn zakje hier ook. Kom even naar mij toe gepaddeld. Ik zal hem even showen voor de camera. Gemeente 28, heer Hugo Waard, is geklaard. En tuurlijk is het weer op een moment dat ik de camera niet aan heb. Ja, klopt, is mijn eerste. Nou jongens, Niels, de hengel valt bij, maar ik heb een snoek gevangen. Snoekje kon ik schatten om 40, 45 centimeter. Gevangen op de lijn toe trouw. Dit is gemeente 28, hier in Gewaard. En hij mag wel lekker zwemmen. Bye bye. Lekker! Yes. Eerste van het seizoen, is yes. Kleintje. Statistisch gezien gaat dit de allermoeilijkste gemeente worden van deze hele challenge. Er is bijna geen water hier ook. En het water wat er is, weet ik niet. We gaan het zien. Einde van de dag. We zijn net terug uit Amersfoort. En we gaan het gewoon weer lekker proberen hier ook. Het is toch op de terugweg. Hopelijk blijft er nou wat meer hangen. Maar we gaan het allemaal zien. Echt benieuwd. Ja! Hier staat nog wat water in. Ja. Of niet. Of niet. Kom op. Please. Yes, jongens! Oh, het is nog een goeie ook. Hier, Niels. Hier, hou vast. Oh, yes, jongens. Het is me gelukt. Hij zat echt aan een lippie. Hij is al los. Mijn god. Mag ik de mat? Ja, hij mist ook een kielboog, zag ik. Niels. Oh, mijn god, jongens. Het is me gelukt. Oh, wat nice dit. Zo. Je sprong even bijna het net uit. Wat? Ja. Centimeter of 80, denk ik. Jongens, gemeente Laren, degene die ik het allermoeilijkst had ingeschat, is gewoon gelukt. Ik ben hier zo trots op en dan mag wel lekker zwemmen. Oh, dan mag over. Het is een hele beschadigde vis, zoals je kan zien. Ik zal vast een keer wat meegemaakt hebben en dan mag wel lekker zwemmen. Yes! Hoppa! Lekker. Ik heb er in totaal vandaag wel geteld al 7 gemist. 7 keer zijn ze losgekomen. Oh, kijk hier komt het. Ja! Kom op, film in het net. Hoppa! Heb ik wat gevangen? Nu wel. Nou jongens, na 8 snoeken. Tenminste, dit is de 8e snoek. Het is eindelijk gelukt. Gemeente 30 van de 47. Alles meer. Het bloedt flink. Ik zal eventjes snel pauzeren. Ik zal hem niet meten. Ik schat hem op een centimeter of 85. Wat een mooie vis is het eigenlijk ook, hè jongens. Prachtig, hè? Hij kwam hem 2 keer aan het oppervlakte halen. En ja, uiteindelijk bleef hij op de hanger op de pulse shed van Buckley. Ik zal hem nog toch even snel meten. Nu ik hem toch vast heb.
Even nog. Ja, dat is, precies 80. 80 centimeter. Schitterende vis, jongens. En dan mag we lekker zwemmen. Het staat een aardige stroming. Het zal wat te maken hebben met alle regen die vannacht gevallen is en gisteren. Het water is ook aardig troebel. Ja. Oké. Voorzichtig. Hoppa. Nou, binnen een uurtje gedaan. Gemeente Langendijk. Ik zal hem even netjes onthaken en meten. En poseren met de vis. Nou, hij is al los. Oké, mooi. Dan laat ik hem nog heel even zo net. Zet ik even mijn camera neer. En dan gaan we eens even kijken wat we hebben. Nou jongens, gemeente 31, gemeente Langendijk. Dat heeft me 4 pogingen gekost. Elke poging wel een kans gehad. Maar na heb ik eigenlijk eentje op de kant. Ik zat hem op een centimeter of 40. Ik zal nog 11 snel meten. Hij is, oh, hij is een stuk groter. hij is precies 55 centimeter. Nou, het is een prachtig klein visje. Lekker dik. Heel agressief. Ik heb hem gelukkig gevangen. En ja, met deze snoek ben ik eindelijk klaar met de regio Alkmaar. Dan heb ik alle gemeentes hier al gehad en dan kunnen we door naar de volgende regio. Nou, we zullen hem even vrij laten en dan zal ik even kijken of de vis hier nog. Mooi vis. En dan gaat hij weer. Gemeente 31, Langendijk. Check. Vanaf jullie? Ik weet niet of ik die karpen laat schrikken zo hoor. Ja. Oh, dat is goed inderdaad man. Teamwork! Oh! Holy shit! Ja, dat is een meter. Hebben jullie net? Kunnen jullie voor mij filmen? Ik heb een tweede camera mee. Even kijken, dit is wel een stukje ongemak waard. Mijn rug is wel nat. Ja, weet ik, maar ik heb ook een telefoon in mijn zak. Lekker boys, goed gespot hoor. Je gooit er nog recht over hem heen. Even kijken. Ga ik even een beetje wiskunde om dit ding omheen te draaien. Die blijft zo hangen. Ja, ik denk het ook wel maar. Ja, maar ik moet die camera hebben. Weet je hoe de GoPro werkt? Ik begin met filmen. Dan moet je het voor me overnemen. Je hebt me. Oké, ik hoop er staan. Ja, hij is los. Nou jongens, ik schat hem op 95 tot een meter. Schitterende vis. Gemeente 32, Landsmeer is geklaard. Nog 15 gemeentes te gaan. Of 16, ik ben de tel een beetje kwijt. Het is een prachtige vis. We maken eens een mooie close-up. Als dat lukt. Ja jongens, hier doen we het voor. Hey, teamwork jongens, mooi gespot met die drone. Schakelt hem uit. Ja. Nee, dat klopt. Nee, dat hoort. Heerlijk jongens, goed gedaan. Dan mag je zwemmen. Prachtig vis. Nee, ik zet mijn vinger tussen de lijn die eraf spoelt, zeg maar, zodat die afremt. Ja. Gewoon pushen. Hoppa, dat is hem.
Dat is hem. Lekker. Hoppa, ik leg even de mat neer. Ja, is goed. Zie, ik dacht dat ik een aanbeet had gehad. Nou, het kan misschien zo zijn dat het hier is gebeurd, hè? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, kom hier makken. Maar hij is al los. Ja, netjes hè. Tel hem zakken. Nou jongens, gemeente 33, Waterland. Binnen een uur geklaard. Tweede poging wel, maar ja. Deze snoek pakte blijkbaar twee keer mijn aas. Want ik merkte al op dat mijn twisterstaart eraf gebeten was. En twee worpen later pakte hij hem nog een keer. Super blij mee. En dat is regio Zaanstreek Waterland klaar. Ja, prachtig visje. Ik schat hem op 1,50 cm. Kan hem nog wel even snel meten. Zal ik dat net even aan de kant doen. Hij is pak een beet 58. 58. Ja, prachtig klein snoekje. Ik ga hem laten zwemmen. En ja, super blij mee. Gemeente 33. Waterland, mag ik zwemmen. Ja, weg. Let's go. Let's go, boys. Yes. We zeggen het nog. We zeggen het nog. Kut, kom ons. Kom dan. Ik bedoel niet dat het niet is. Zo, wat een klap, joh. Deze is nou niet verliezen. Hij komt onze kant op, zeg maar. Dat is een beetje lastig. Goeie, denk ik, hoor. Of het een brazen. Nee, het is goed snoek. Komt ie. Oh! Ja, meter wel. 100%. 1,10 misschien? Nee, meter misschien. En één keer scheppen. Doe het. Ja, trekken. Hoppa. Laat me liggen. Lekker, man. Hoppa, lekker. Okay. Kijk, jongens, gemeente 35. Wij de meren, klaar. Een schitterende snoek op de 25 centimeter roach. Nou, hier word ik nou echt vrolijk van. Een schitterende vis. Prachtig. Helemaal perfect nog. Ik ga hem even meten. Wat is hij? Even kijken. 95, denk ik. 95? Ja. 95,5. Oké, nice. Prachtig vis, jongens. Nou, gaan we een close-upie. Daar houden we van. Heerlijk. Echt super diep in het water gevangen. We hebben geen dieptemeter. Maar mijn spoel is wel voor de helft leeg. Maar hij mag nou wel lekker zwemmen. En terug in diepte. Yes. Lekker. Yes, jongen. Weer de gemeente. Doe het voor. Hoppa. Gooi even snel onder de tunnel zitten, voordat die andere boot eruit komt. Vis, yes! Joppa! Lekker! Hop! Lekker! Tot de Pike Fighter! Ja, nice. Oké, die gaan we even onderhaken. Ja, sorry. Nee, dat maakt niet uit. Nou jongens. Gemeente, ik denk 35 of 36. Ik ben een klein beetje de tel kwijt de laatste tijd. Gemeente Medemblik, gevangen op de Spro Pike Fighter tijdens het trollen. Als het goed is heb ik de aanbeet ook op de Waterwolf. En ik denk dat echt super vet eruit zal zien. Het is geen unit, ik schat hem op een centimeter of 60. Ik zou hem kunnen meten hier op de mat, maar ik denk eigenlijk dat het gewoon tijd is om hem te laten gaan. En hij mag wel lekker zwemmen, jongens. Ja, laten we gaan. Hoppa, lekker hoor. Misschien moet ik toch mijn strategie gaan aanpassen zometeen. Ja, hoppa. Hoppa. Domme, gemeente 36, gemeente Diemen. Kijk, dikke vis. Nou jongens, gemeente 36, gemeente Diemen.
Mooi snoek, ik schat hem op zo'n 80 centimeter. Hij is wel aardig druk, hij is in het net losgekomen. Ik zal nog heel even poseren. Ik zal nog heel even poseren wat het is. Jongens, gemeente 36, gemeente Diemen. En wat is het een prachtige vis. Ik miste binnen twee worpen twee snoeken. En de derde worp pakte ik deze. Nou jongens, echt top. Super vet. Nog even een mooie close-up. En een mooi shot van mezelf. En dan mag ik weer lekker zwemmen. Kijk hoe groot hij is, hè? Dat is een snoek. Dan mag je weer lekker zwemmen. Dan gaat hij weer. Nou jongens, op naar de volgende gemeente. Hoppa, zo doen we dat. Twee gemeentes binnen 3 uur. Ik weet niet eens waar ik hierna heen wil. Oh ja, yeah, moet je kijken joh. Kleintje. Even de camera erbij. Hey, lief klein snoekie. Een van de kleinste van de challenge, dat wel. Centimeter of 35, 40, halfjes meter. Oh. 49 centimeter jongens. Hartstikke lief klein snoekie. Hier doen we het voor jongens. Gemeente 37, voormalig gemeente Weesp. Is klaar. Hoppa, daar doen we het voor. Dan mag wel lekker zwemmen. Ik heb hem. Hoppa! Op het aspie inderdaad. Kan je de mat pakken? Ja. Dan pak ik de tweede camera zo. Weer voor het riet inderdaad. Nou jongens, gemeente 38, Stedenbroek. Een beetje gesnijpt van Ray, maar het is wel gelukt. Het was heel taai vandaag en op een gegeven moment miste Ray een klein snoekie. Nou, blijkbaar zat deze er ook nog in de buurt, dus hartstikke blij me. Ik schat hem op een centimeter of 60, ik zal hem even snel meten. Hij is 62,5. Nou, buikvissie en dan mag we lekker zwemmen. Daar gaat hij. Snoek. Doeg meneer. Hoppa. Op naar Box. De volgende. Lekker dan. Heel gedetailleerd gaan ze erop in en dan gewoon op een hele goede manier. Hoe dat? Daar. Oh. No, nee, niks langer. Ja, het is gewoon heel duidelijk hoe ze dat doen. Oh, nee, dat was wel een snoek. Dat was gewoon wel een snoek. Fuck. Ja, centimeter of 60. Ik zag er een streep achteraan. Ik dacht... Ja, dat is wier of zo. Maar dat was gewoon een snoekie. Snoekie van 60. Huh? Ja, het moet wel goed komen met hoe mooi dit water. Ja, wat een aanbeet! Wat een aanbeet! Wat een aanbeet, jongens! Oh, wat een aanbeet!
Hoppa. Ik heb hem. Wat een aanbeet. Wauw. Dat was kicken. Dat was echt vet. Dat was echt super, super, super vet. Dat is een dat van wil de... ik terugzien. Dat wil ik terugzien, inderdaad. Oh, man. Hij komt van boven. Hij doet zo... Wop. Ja? Zo weer naar beneden. Ja, joh. Even kijkers. Gemeente 39, gemeente Huizen. Op de Line Through Trout. Beste aanbeet die ik in een lange tijd gezien heb. Maar hij bloedt een beetje. Hij staat wel netjes gehaakt, maar hij bloedt een beetje. Dus ik ga hem snel terugzetten. Centimeter of 65. En ja, dat is gemeente 39. Yep. Ja. Ja, wel raar dat hij bloedt, want hij zat heel netjes gehaakt. Boks. Hij zat heel netjes gehaakt, maar ja, toch een beetje bloeden. Ja, 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 kan. Aan bij jongens. Voelt hij niks van. Op naar de volgende gemeente. Yeah. De baars er steeds. Ja, snoek! Ja. Gemeente 40, Gooise Meren. Met een absolute unit van een snoek. De kleine glibberaar. Ik ga hem niet eens meten, want hij is echt zo ontzettend klein. Het is me wel gelukt. De 40ste gemeente, de kleinste. Ik schat hem op, nou het zal zijn 30 centimeter, 25. Ukkie pukkie, hij mag wel lekker, ja, lekker zwemmen. Mag wel lekker zwemmen. Hoppa. Wat een kleintje, joh. Bye bye. Tel. Ik had die Viper Jet, die ik ook op Sportvistek had besteld. Die had ik erin. Ja, vis. Goeie vis. Ja, ga maar staan. Nee, pak eens net maar. Pak eens net maar. Hop, lekker dan. Hoppa. Ik pak de mat. Nee, ja, pak jij de mat? Is goed, goed, goed. Daar is hij, jongens. Daar is hij. De snoek voor gemeente Schagen. Wat een aanbeet. Knijt hard, joh. Niet zoveel mee laten doen. Schaar hebben? Nee. Nou jongens, het is gelukt. Na 4 hele pogingen hebben we toch eindelijk een snoekje in de gemeente Schagen te pakken. Gemeente 41. We hoeven nog maar 6 gemeentes nu. We zijn bijna op het einde. En we zullen hem nog heel eventjes snel meten. Het is geen grote, maar ik hou wel van een beetje statistieken. 65. Toch? Netjes. Ja, 65. Mooie middenmotormaat en ja, mag wel lekker zwemmen, jongens. Oh, en hij valt echt net uit. Nee, hij valt niet uit. Het scherm gaat maar door. Oh ja, oh shit. Ja, bespaar maar. Lekker man. Yes! Oh, het is een kleintje, maar het is er wel een. Yes, jongens! Yes! Oh, top, top, top. Ik haal hem even los. Even los. Hij is al los. Mooi. Dan gaan we eventjes met het beestje poseren. Nou jongens, het is een mini snoekje, maar ik ben er wel super blij mee.
Dit is namelijk gemeente 42, gemeente Blaricum. Officieel gezien moet ik nu nog maar 5 gemeenten. En dan heb ik in iedere gemeente van Noord-Holland een snoek gevangen. Het is echt een heel mooi jong snoekje, die misschien een jaartje houdt. Ik zal hem even snel meten. Dus pak een beetje 46, 45 centimeter. Prachtig klein beestje. En dan mag wel lekker zwemmen. Kijk. En weer door. Hoppa, weer een gemeente geklaard. Gemeente Ouder Amstel. Dan zijn we weer Ouderkerkenplas. Ik ben hier gisteren ook geweest met Niels. Niels had tot 2 keer aan toe, misschien zelfs 3 keer aan toe een aanbeet gehad. Om gewoon te gooien met een shed. Dus gaan we eens even kijken of we datzelfde kunnen laten gebeuren vandaag. Dan ga ik een aantal sites. No wait. Eerste worp. Eerste worp. Hoppa, eerste worp. Wat? Hoe dan? Eerste worp, jongens. Wat? Oké. Okay. Heel cool. Ik zal even mijn matje pakken. Eerste worp, hoe bedenk je het? Hoe bedenk je het? Echt waar. Nou jongens, tweede poging, eerste worp. En we hebben weer een heel klein snoekje te pakken. Weer een van de kleinste van de challenge. Ik zal hem eventjes heel zachtjes pakken met 1 vingertje in de kubo. Wat een unit, jongens. Oh, wel een prachtig gekleurd snoekje, eerlijk is eerlijk. En ja, dat nog eens op een chatterbait. Van een redelijk formaat. Ze hebben er toch trek in. Ik kan hem heel even snel meten. Het zal wel in de 30 centimeter zijn, denk ik. Als niet korter. Hij is 38 centimeter. 38 centimeter snoek, jongens. En dan mag wel lekker zwemmen. Hup, terug de diepte in. Bizar, echt waar. Bizar, jongens. Op mijn eerste worp, sinds ik weer met mijn tweede poging bezig ben hier, pak ik gewoon een snoek. Het is echt bizar. Dat was gemeente nummer 43. Dus op naar de volgende. Als hij onder die planten ligt, no way dat ik hem wel spot natuurlijk, maar... Hè? Nee, zeg ik. Als hij onder die planten ligt, is no way dat ik hem dan spot. Ja! Oh, groot! Ja. Hoppa! Lekker. Oh, is dat een meet? Oké, wacht. Skill, neem je tijd. Dit is mogelijk een meter. Of in ieder geval 90 plus. In ieder geval 90 plus. Ja, scheppen, scheppen. Hij zit voor je neus. Duwen, duwen, duwen. Pushen. Lekker dan. Hoppa. Ja, GoPro, man. GoPro stond aan. Van mij, man. Ik weet... Ja. Wat een bak. Jongens, ik zeg nog tegen Skill, even hier gooien. Even kijken. En we laten die grote snoek zo langs de kant schrikken. Een paar worpen later en ik pak hem. Kijk eens wat een joekel, joh. Jeetje. Wat een monster. Gooi je hem voor de kant? Of? Ja, pak hem vlak voor het kantje. Leg maar hierboven neer op het gras. Wat? Nou, wat drink je? 90 plus is je wel. Ik wil een drinken. Nou. Misschien meter toch? Ik weet niet. Even draaien, Blakker. Kan je dat net even wegtrekken? Klein stukje. Deze is 1 meter precies. Lekker dan. Kijk maar, hier dan. Hij zit met zijn vinger op aan het begin. En hij is 1 meter precies. Hoppa. Super mooi. Nou, even pauzeren voor de thumbnail. Nou, dat was mijn vinger. Dat was mijn vinger. Gast, kom op. Even rustig, even rustig. Even rustig. Niet spannen, ontspannen. Hoppa, jongens, daar doen we het voor. 1 meter precies, gemeente 44, gemeente Drechteland.
Nog maar 3 gemeentes en dan hebben we in elke gemeente van Noord-Holland de snoek gevangen. En weet je wat, Sekiel? Hij mag wel lekker zwemmen. Mag zeker ik het net weten. Van jou? Zeg maar via het net terug. Echt jongens, ziek. Hoppa. Mag wel lekker zwemmen. Echt super ziek. Hier, even een mooie release. Oh. En dan gaat hij. Jongens. Zo begin je een visdag nou goed. Echt ziek. Hoppa. Kleintje. Ja, als jij hier beneden kan staan, hij staat netjes in het lipje gehaakt. Ja. Als hij loskomt, komt hij los. Ach joh. Nou, dan ga ik weer naar huis. Ja, ga ik weer naar huis. Oké, als je hem schept en daarna even het water laat, dan zet ik even die andere kamer klaar. Ja, ja, laat maar zo. Dat is bijna leeg. Zetten we dat nog? Ja, vast wel. Kom maar. Los. Oh, nou jongens, het is heel snel gebeurd. Gemeente 45, gemeente Opmeer. Klein snoekje, ik denk dat het ongeveer 50 centimeter is. Wederom op de Foxbladed Jig, de chatterbait. Het is een prachtig lichtgekleurd snoekje. En dan mag weer lekker. GoPro is leeg. Het is een prachtig lichtgekleurd snoekje, jongens. En dan mag wel lekker zwemmen. Ik zal even mijn aasje uit het net halen. Hop. Kijk, zo doen we dat. En weer lekker zwemmen, makker. En dan gaat hij weer. Hoppa, zo doen we dat. Lekker man. Hoppa. Een verdwaald snoepje toch? Ja. Kleintje, wat is er wel een? Op wat? Push, push, pushen. Hoppa! Lekker! Yes! Oh, lekker. Eindelijk. Laat me even het water. Ik pak even het matje en de tweede camera. Ja, zo. Eén verdwaald snoekje, zeg ik. Goh. Eén verdwaald snoekje. Lekker, man. Nou jongens, het is zover. De laatste gemeente op het vasteland. Gemeente 46. Gemeente Den Helder. Met een mooi klein snoekje. Weer op de chatterbait. Ik heb echt hard moeten werken voor deze vis. We hebben heel veel vis gemist vandaag. Het is echt bizar. Ik zal nog heel eventjes snel meten. Voor de statistieken. Hij is een pak een beet. 62 of zo. Ja, 62,5. Klein visie. Maar jullie weten wat dit betekent. We gaan naar Texel. Let's fucking go. Spartel, spartel. Nee, okay. We gaan hem eerst even terugzetten. Hoe, gewoon één keer drukken? Nee, nee, blijf me filmen. Ik ga mijn vrouw laten. Ja, daar gaat hij. Oh, je beeld ging wel uit. Ik heb geen idee wat er gebeurt.
Oh ja, ik heb het ding natuurlijk ook wel. Yes jongens, 46 gemeentes, nog één te gaan. We gaan naar Texel toe. Kan je het zien? Daar is Texel. En oh jongens, wat is dit zo spannend? Het is zo ontzettend spannend, echt waar. Super spannend. We hebben hier 2 jaar voor gevist voordat we naar deze gemeente zouden gaan. We wisten vanaf het begin al, nou, Texel zou de eindbestemming zijn. En we zijn er bijna, jongens. Ik film jullie weer als we aan land zijn. Aardig stijl naar beneden. Als, ik zou als jou als het net allemaal uitblijven. Yeah! Oh, mis. Maar dat is er wel één. Dat is er één. Een snoek. Een snoek op Texel, jongens. Diep. Yes! Omhoog! Maar niet. Yes! Pak die spullen lekker dan! Hoppa! Yes! Shaquille! Oh, wat moet ik Shaquille bedanken! Kom maar! Maar niet, kom maar hier! We zijn al echt urenlang bezig om deze vis te vangen. Jongens, gemeente 47, gemeente Texel. De challenge: vang een snoek in iedere gemeente van Noord-Holland. Is officieel afgelopen. Dit is de laatste snoek en wat een plaatje. Echt een prachtige vis. Geloof je niet dat ik op Texel zit? Ik heb een mooi Texels vlaggetje. Dus jongens, echt, het is. Oh, ik heb geen woorden met hoe blij ik ben. De afgelopen 2 jaar was ik begonnen met een reis om in elke gemeente van Noord-Holland een snoek te vangen. En eindelijk is het hoofdstuk afgesloten, jongens. Ik wil iedereen bedanken die mij deze hele reis gevolgd heeft. Hij is uit. Nee, dat hoort. En ik wil u allemaal echt zoveel bedanken. Dit is echt bijzonder. Ray, dankjewel voor het scheppen. Ik moet Shaquille even een speciaal dankje zeggen voor het doorgeven van deze spot. En dan mag je weer lekker zwemmen. Maar ik zal hem eerst nog eventjes meten, snel. Ik denk centimeter 65 ook. Dit is hij. Dus, 71 centimeter lang. Om het te eindigen. Nou, hij mag wel lekker zwemmen. Ik zet hem weer in het netje. En hij mag wel lekker zwemmen. Je mag de release ook wel even filmen nog. Nou jongens. Dat was hem. Dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende keer.